Dus ik heb even nagelezen in het recept. En het blijkt dat het een massa moet worden. Dus dat we er te weinig honing hebben gedaan. Maar dit lepeltje is nou met yoghurt. Dus dat kunnen we niet in een honingpot gaan doen. Dus moeten we weer een ander lepeltje pakken. Ik pak even een leuk... Oh, wacht. Dit is een vorkje. Nou ja. Gewoon een lepeltje. En dan pakken we dit keer iets meer honing tegelijk. Zo. Pakken we nu één lepeltje. En dan goed draaien. En dan erin. En dan moeten we wachten. Want anders wordt dit lepeltje weer vies. En dan weten we niet of we er straks meer of minder honing bij moeten doen. Dus nu hebben we zo de honing erin laten vallen. En dat doen we dan in het honingpotje, zodat we hem straks weer kunnen gebruiken. En dan gaan we nu zo roeren. Weer al. En dan, ja, moet het denk ik wel goed worden.